Welkom op het kanaal van Dividend Investeerders. Op dit kanaal ga ik vooral vertellen over dividend investeren in het Nederlands, want dat is mijn doelgroep. En ik ga het een beetje doen op een filosofische manier. Ik wil vertellen over mijn passie die ik heb omtrent dividend investeren. En eigenlijk wil ik gewoon delen wat ik nou zo bijzonder vind aan dividend investeren. En waarom het misschien interessant is voor jou om ook hier aan te beginnen. Zoals gezegd, ik vind het leuk om dit op een beetje informele manier te doen. Het is geen financieel advies. Het is echt voor om een passie te delen. Ik vind het echt leuk om erover te vertellen. Dividend investeren, wat is het? Wat zijn de doelen die je mee kunt bereiken? De dingen die je mee kunt bereiken? En ik ben zelf sinds een tijd aan het dividend investeren geslagen. En mijn geschiedenis is eigenlijk dat hiervoor heb ik veel daghandel ook gedaan. Forexhandel. En ik merkte eigenlijk dat het veel te stressvol was en dat ik er eigenlijk gewoon tegenaan liep, dat ik dat veel te frustrerend vond. Ook de pieken en de dalen, die komen gewoon emotioneel gewoon hard aan. En ik zocht eigenlijk iets wat meer lange termijn visie had en meer lange termijn visie geeft. En dividend investeren is veel meer een lange termijn doel dan met forexhandel, waar je eigenlijk altijd de waan van de dag eigenlijk in meegaat en korte, snelle winst pakt. En dat met dividend investeren dus niet. Het is eigenlijk, komt het neer op het sneeuwbaleffect ontwikkelen van inkomsten die je uit dividend kunt halen. Maandelijkse inkomsten die je uit dividend kunt halen. Zodat je op den duur, of misschien 20 of 30 jaar, van je dividend eventueel kunt leven. Of in ieder geval je levensonderhoud kan voorzien. En het mooiste is ook nog als je een deel daarvan weer kunt herinvesteren. Want dat is het mooie van dividend investeren, is dat het ook het sneeuwbaleffect van compounding interest heeft. Dat betekent rente over rente over rente over rente. En dat is ontzettend gaaf en daar word ik heel enthousiast van. En nou, ik hoop hier op dit kanaal gewoon wat meer daarover te kunnen vertellen.